Goeiedag. Mocht u deze week het nieuws gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht van week 28 met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. Van dag tot dag op regionieuws.tv Suriname. Sumanta gaat naar huis. De stoffelijke resten van de vermoorde Surinaamse studenten Sumanta Bansi wordt vandaag door haar ouders meegenomen naar haar geboorteland. Zaterdag was er een rouwbijeenkomst op het industrieterrein in Horen, waar haar lichaam was achtergelaten door haar moordenaar, de 42-jarige Manoj B. Hij zit een celstraf uit van 15 jaar voor de moord op Sumanta en het wegmaken van haar lichaam. Op zijn aanwijzingen werden de stoffelijke resten 13 dagen teruggevonden. Manoj heeft jarenlang ontkend iets met de verdwijning van Sumanta te maken te hebben. Sumanta verdween in februari 2018. Ze was voor de tweede keer zwanger van Manoj en had aangekondigd dat zij de zwangerschap niet zoals de eerste keer zou afbreken. Dat besluit kostte haar het leven. Ronnie Brunswijk is niet tevreden met het tempo waarin Suriname wordt ontwikkeld. Het tempo is laag, is slow, slow, het moet sneller, zei de ABOP-voorzitter en tweede man in de regering op een partijvergadering in de wijk Welgelegen. De ABOP doet al enkele maanden de diverse volkswijken in Suriname aan, ogenschijnlijk in een vroeg gestarte verkiezingscampagne. De rijken worden rijker en de armen armer, analyseerde de partijleider, en dat moet wat hem betreft veranderen. De regeringstopper had kritiek op bijvoorbeeld de prijzen in de winkel die omhoog gaan wanneer de koers stijgt, maar blijven hoog wanneer de koers daalt, aldus Brunswijk. Hij zal de komende periode in alle wijken van Paramaribo langs de huizen gaan, zodat de bevolking hem persoonlijk leert kennen en hij persoonlijk met het volk kan praten. Brunswijk kondigde op een bijeenkomst in de wijk Rensproject aan dat binnenkort ambtenaren in leidinggevende functies zullen worden vervangen omdat ze niet de belangen van de mensen behartigen, maar juist zaken vertragen. Melvin Manhoef nam vrijdagavond afscheid van het vechtsporten. Dat deed hij in het Ierse Dublin tegen de Cubaan Joel Romero. Het werd niet het afscheid zoals Melvin het waarschijnlijk had gehoopt. Het gevecht in de Mixed Martial Arts werd met een knock-out in de derde ronde gewonnen door de Cubaan. De 46-jarige Manhoef was van 2005 tot 2007 kampioen lichtzwaargewicht bij de MMA-organisatie Cage Rage. In 2009 werd hij kampioen middengewicht bij de kicksportorganisatie It's Showtime. Op zijn 18e had hij zijn eerste gevecht, dat hij meteen ook won. Een toestel van de KLM heeft gisteravond een noodlanding gemaakt op de Azoren, meldt Dagblad Suriname. Volgens de krant vertrok het vliegtuig gistermiddag ongeveer om 3:45 vanaf Zanderij. De KL-714 is vanmorgen veilig aangekomen op Schiphol, meldt de krant. Het vliegtuig maakte een noodlanding op het Lages Airport op de Azoren vanwege een medisch noodgeval onder de passagiers. De krant vermeldt niet of het om één dan wel meerdere passagiers ging en wat de aard van het noodgeval was. Een andere nieuwssite, Waterkant.net, weet te melden dat een passagier bewusteloos was geraakt en dringend medische hulp nodig had. De KLM heeft nog geen melding gemaakt van het incident. Ook Nederlandse dagbladen, de NOS en luchtvaartnieuws.nl hadden tot een uur voor de sluiting van dit bulletin geen informatie. De website van Schiphol vermeldt slechts dat de vlucht vanuit Paramaribo een tussenstop heeft gemaakt in Terceira, een eiland dat deel uitmaakt van de Azoren. Als de importeurs van basisgoederen niet snel over Amerikaanse dollars kunnen beschikken, zal er op korte termijn schaarste ontstaan aan onder andere levensmiddelen. Arun Hindori van platform Levensmiddelenimporteurs zegt dat de importeurs nog steeds geen dollars kunnen krijgen. Ze worden nu door de overheid geregistreerd en moeten aangeven welke artikelen zij denken in te kopen. Vervolgens zal de regering bepalen welke handelaren volgens haar de dollars het hardste nodig hebben. De importeurs zeggen dat dit hopelijk deze week nog bekend wordt, omdat er anders tekorten zullen ontstaan. De importeurs hebben maandelijks ongeveer 6 miljoen US dollars nodig. Met dit bedrag worden voornamelijk levensmiddelen ingekocht. Exporteurs moeten verplicht 35% van hun verdiende dollars verkopen aan de banken. Deze dollars worden beschikbaar gesteld aan de importeurs. De brandweerpost aan de Toekomstweg kon wekenlang niet uitrukken. De kazerne zat enkele weken zonder blusvoertuig.
En dat de media hier melding van hebben gemaakt, werd een brandweerauto naar de post gedirigeerd. Toch kan de eenheid bij de brand nog steeds niet uitrukken. Het voertuig kan namelijk geen water meenemen. Er is een dompelpomp op het voertuig die ingezet kan worden om water uit bijvoorbeeld een kanaal te pompen. Indien er geen kanaal in de directe omgeving is, blijft het voertuig nutteloos. Enkele weken terug brandden 4 woningen tot de grond toe af, terwijl 2 brandweereenheden werkeloos toekeken. Toen de manschappen 3 kwartier na het begin van de brand arriveerden, was het bluswater binnen enkele minuten op. Hoewel op minder dan 40 meter afstand een kanaal loopt, moest bluswater opgehaald worden bij een productiestation van de waterleidingmaatschappij. In Suriname is dit geen vreemd fenomeen, waardoor burgers enorme schade oplopen en mensenlevens verloren gaan. Er hangt een giftige wolk van kwikdamp boven Paramaribo. Dat constateerden onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling en de Anton de Kom Universiteit. Ze keken naar het gehalte van de kwikdamp in en rond goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo. De resultaten waren schokkend. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, stelt een norm van 5 tot 1000 nanogram kwikdamp per kubieke meter. In Paramaribo Noord werd tussen de 30.000 en 59.000 nanogram per vierkante meter gemeten. In het centrum van de stad was het een stuk erger, 56.000 tot 90.000 nanogram per kubieke meter. Voor de inwoners van Paramaribo is dit niks nieuws. Vergelijkbare uitkomsten werden al jaren eerder gemeld, zonder dat overheden optraden. In maart ontving de districtscommissaris van Paramaribo een petitie waarin burgers protesteerden tegen de komst van alweer een goudverwerkingsbedrijf in een woonwijk. In de stad zijn 27 goudbedrijven actief in woonwijken, met een vergunning van de overheid. Kwikdamp kan bij inademing de gezondheid ernstig aantasten. Bij langdurige blootstelling kan kwik zich opstapelen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel aantasten. Minister Armand Argaibassing krijgt geen gouden handdruk van de overheid. Dat vertelde de bewindsman gistermiddag op een persconferentie. Zijn laatste actie als minister. Hij had zijn vertrek enkele maanden terug aangekondigd en wilde zelfs al veel eerder weg, nadat zijn kleinzoon op tragische wijze om het leven was gekomen. Bij zijn aantreden trof hij een volledig ontspoorde economie aan, vertelde hij gisteren. De COVID-pandemie, de watersnoodramp en de oorlog in Oost-Europa verergerden de situatie. Nu, aan de vooravond van zijn definitieve ontslag, zijn alle leningen bij lokale banken afgelost, het herstelplan is in uitvoering en er loopt een groot aantal projecten. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. De collega's Albert Ramdin en Silvano Tsjongahin zijn door president Santokki aangewezen als respectievelijk eerste en tweede vervanger. Het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn teleurgesteld in de regering. Er zijn veel misstanden geconstateerd bij de EBS, de NV Energiebedrijven Suriname. De afspraak was dat de regering die eerst zou aanpakken voor de energietarieven werden verhoogd. Ze constateren echter dat de regering de tarieven verhoogde zonder iets te doen aan de misstanden en zonder hen als sociale partner hiervan vooraf in kennis te stellen. Ze hebben de regering hierover aangeschreven. Afhankelijk van de reactie hierop zullen mogelijke acties volgen. De Surinamers die in Miami dankzij Ian letterlijk en figuurlijk aan de grond zitten, krijgen eindelijk hulp. Vliegmaatschappij American Airlines moest de vlucht van afgelopen dinsdag schrappen vanwege de gevaarlijke orkaan Ian. De passagiers werden vervolgens door American Airlines aan hun lot overgelaten. De reizigers moesten zelfs maar zien hoe ze aan onderdak en voeding kwamen. Het Surinaamse consulaat-generaal in Miami heeft inmiddels gezorgd voor 2 dagen voeding en onderzoekt of ook het verblijf kan worden geregeld. Ian was bij aankomst een categorie 4 orkaan met windsnelheden die opliepen tot meer dan 240 km per uur. Meer dan 2 miljoen mensen in Florida zitten zonder elektriciteit en diverse steden staan blank. Vanaf 10 november is Coffee Story op de Nederlandse televisie te zien. Coffee is volgens de omroep NPO een nieuwsgierige futuboy die zich staande probeert te houden op de plantage Buitenlust. Coffee werkt zonder klagen op de plantage waar de Hollandse meesters met ijzeren vuist regeren.
tot zijn broertje kwam mee zonder aankondiging wordt verkocht. Koffie zet dan alles op alles om te ontsnappen van de plantage, zodat hij zijn broertje terug kan vinden. De opnamen voor de serie zijn deze week begonnen in Suriname. De serie vertelt een belangrijk stukje geschiedenis, zegt Daniel Kolf, die de 14-jarige Koffie speelt. Koffie Story wordt geproduceerd door een Surinaams-Nederlands team in samenwerking met de evangelische omroep, de EO. Koffie is een Ghanese naam die wordt gegeven aan jongens die op een vrijdag zijn geboren. Veel Ghanezen werden tijdens de transatlantische slavenhandel ontvoerd naar de Amerika's. Suriname is een land van tegenstellingen, dat schrijft Korea Yongheng Daily. Suriname is al wekenlang wereldnieuws in Korea vanwege een Koreaanse televisieserie waarin het land wordt afgeschilderd als narco-staat. De krant noemt Suriname een bloedbroeder van Korea. En dit vanwege de Surinaamse soldaten die tijdens de Koreaanse oorlog meevochten om Zuid-Korea bij te staan. Dat driekwart van de Surinaamse bevolking betrokken is bij de drugsindustrie is misschien een dramatische overdrijving, zegt het dagblad. Maar feit is dat een aanzienlijk aantal mensen direct of indirect betrokken is bij de drugshandel. Korea kent de namen als die van Virgil van Dijk, Steven Bergwijn, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. En de krant concludeert dat jongeren in Suriname kunnen opgroeien als drugsbaron of voetbalkoning. Het zijn de twee gezichten van Suriname. Aldus Yongheng Daily. Buitenlanders kunnen binnenkort mogelijk tegen betaling Surinaam staatsburger worden. President Santokki zei gisteren in het parlement dat de regering werkt aan zo'n programma. Buitenlanders die in Suriname investeren zouden dan het burgerschap kunnen verkrijgen. Zo'n programma bestaat reeds in verschillende landen en wordt vaak gebruikt door welgestelde personen die hun vermogen buiten het bereik van de eigen fiscus willen houden, maar ook door criminelen die zonder al te veel poespas aan een ander paspoort willen komen. Landen met een citizenship by investment programma zijn bijvoorbeeld Oostenrijk, Jordanië, Malta en Turkije. Het burgerschapsprogramma is volgens de president nodig, omdat Suriname met ruim 500.000 inwoners niet in staat zal zijn om de gewenste ontwikkeling te bereiken. De gemeente Den Haag laat het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde onderzoek doen naar het koloniale slavernijverleden van de Hofstad. Er moet namelijk volgend jaar een monument over het slavernijverleden in Den Haag komen te staan. De gemeente noemt als mogelijke locaties het voormalige ministerie van Koloniën, het Mauritshuis, een tuin bij Paleis Noordeinde of het Lange Voorhout of voor het Bentinkhuis. Voor het einde van het jaar moet er een advies liggen over het aantal monumenten, de locaties, de kunstenaars, het programma van eisen en het schetsontwerp, meldt Omroep West. Er moet een relatie zijn tussen de locatie en het Haagse slavernijverleden. En er moet ruimte zijn voor bijvoorbeeld een herdenkingsplechtigheid. De bedoeling is dat het monument in 2023 tijdens de 160ste herdenking van de administratieve afschaffing van de slavernij in Suriname wordt onthuld. De werkelijke afschaffing was 10 jaar later. De armoede neemt toe in Suriname, zei president Santokki gisteren tijdens een jaarrede. Maar wij weten dat met het gevoerde beleid, het licht in de tunnel al zichtbaar is, zei Santokki. Het is niet voor het eerst, zegt het staatshoofd, dat Suriname uit een zo'n diep dal kruipt. Suriname wordt geconfronteerd met nationale en internationale dreigingen en uitdagingen. Die nemen onze zekerheden weg, waarbij we duidelijk merken dat de armoede toeneemt. Maar tegelijkertijd zien we kansen en mogelijkheden in de crisis welke wij thans meemaken. Aldus president Santokki. Tot zover het weekoverzicht van regionieuws.tv Suriname. Heeft u nieuws te melden? Mail dat naar onze redactie suriname@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekende en blijf vooral gezond.